Fakri Rodriguez Pinelo is de nieuwe ambassadeur van de Republiek Cuba in Suriname. De diplomaat, die al ruim een maand in Suriname is, heeft gisteren zijn geloofsbrieven aangeboden aan president Chandrika Prasad Santokhi en heeft tevens een ontmoeting gehad met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken. Ambassadeur Pinelo kijkt uit naar nieuwe mogelijkheden om de samenwerking met Suriname te verdiepen. We assured him that we will be working hard to strengthen and further the relation between Cuba and Suriname, which is a historical relation of partnership and cooperation. And we are very wary of looking forward to identifying new areas where we can cooperate in both of the bettering of our peoples from Suriname and Cuba. Well, there are many areas in which Cuba can offer cooperation to Suriname, and Suriname also can offer cooperation to Cuba. I think areas like health, education can be very essential, but we are open to see other areas that we can also cooperate and identify for future relationships. Volgens minister Ramdin is de relatie tussen Cuba en Suriname verder gegroeid in de afgelopen periode. Cubaanse arbeiders vullen veel open plekken in op de arbeidsmarkt in Suriname, vooral in de horecasector. Dit fenomeen wordt verwelkomd, meent de bewindsman. We zien ook toch dat er regelmatige vluchten zijn naar Cuba. Suriname heeft mogen genieten. Voordelen mogen trekken uit de expertise die Cuba heeft op het stuk van de medische voorzieningen. Doktoren die hier gewerkt hebben, verplegers en andere specialisten die hier hun diensten hebben gegeven aan Suriname, willen daar weer naar kijken. Zeker op locaties waar Surinaamse artsen niet komen om te kijken hoe we dus de medische dienstverlening voor de Surinaamse volk kunnen garanderen. Maar daarnaast ook op het stuk van handel, rijstexport, maar ook andere exporten, zijn we bezig om te kijken wat nog meer mogelijk is. Dus al met al een goede relatie, niet alleen politiek, diplomatiek, maar ook op het stuk van handel en op het stuk van functionele samenwerking, onderwijs. Minister Ramdin benadrukt dat beide landen werken aan uitdieping van de relatie. Het ligt volgens hem ook in de planning dat de Cubaanse president dit jaar nog een bezoek brengt aan Suriname. Dit zal volgens Ramdin een hoogtepunt zijn in de relatie tussen Suriname en Cuba.